De oneenigheid bij de ABOP ten aanzien van de benoeming van de procureur-generaal zal weinig tot geen gevolgen hebben voor de rechtspleging, zegt jurist Hugo Esset in gesprek met de redactie. Volgens Esset verloopt de voorbereiding naar de benoeming van Gacha Parasing als PG, zoals de president de gemeenschap heeft geïnformeerd, geheel volgens het boekje. De Openbaar Ministerie, de procureur-generaal, tot nu toe aannemend, doet haar werk. De rechterlijke macht doet haar werk. De opsporing doet haar werk. Dus wat dat betreft is er eigenlijk in mijn ogen helemaal niets aan de hand. En zal het ook geen gevolgen hebben. Natuurlijk, er speelt een politiek probleem. Dat is dat in de regering, in ieder geval de ABOP kenbaar heeft gemaakt, het niet eens mee te zijn, om voor mij nog niet helemaal duidelijke redenen. Het enige wat ik kan zeggen, dat is jammer. Maar dan jammer voor de regering, zou ik zeggen. Dat ze daarmee dus blijkt dat de regering niet, in ieder geval in dat opzicht, geen eenheid is. Maar voor de voortgang van met name de strafrechtspleging in Suriname, zie ik geen enkele consequentie. Esset merkt verder op dat er ruim tijd is genomen voor de benoeming van de PG. De uitspraak van de president dat de politiek zich niet moet inmengen met de kwestie moet worden opgevolgd. Het staatshoofd gaf eerder aan dat er door het Hof van Justitie positief advies is gegeven voor de benoeming. Kijk, de benoeming van de PG is een proces dat al jaren gaande is. De waarnemend procureur-generaal neemt al waar, al 2 jaar. Het is een overleg. Het wordt in top van de regering besproken, wordt top van de coalitie besproken. Er is advies ook gekomen van het Hof op basis van de grondwet. Er waren geen beletselen. Dus als er geen beletselen zijn voor de benoeming van de PG, dan gaan we als regering over tot de benoeming van de PG. En het tweede is, juist die grondwetvraag dat er geen politieke bemoeienis moet komen bij de benoeming van de PG. En mijn taak is om ervoor te zorgen. President Santokki zegt dat er bij een politieke constellatie overleg moet plaatsvinden. Dat overleg is er geweest en gaat door. Deze constellatie is nodig zodat een ieder betrokken is en het proces van de benoeming kan ondersteunen.